Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft volgens directeur Claudia Marie Caridan een redelijk tot goed jaar achter de rug. Volgens haar heeft de leiding van het ziekenhuis samen met het personeel in 2019 veel projecten tot stand kunnen brengen. Dit deden ze onder de slogan Change is Coming. Dat geeft dus aan dat wij geloven in de veranderingen, heel veel veranderprocessen, de bouwprojecten die zijn allemaal bekend. De verschillende opleveringen heeft u meegemaakt, maar ook op het gebied van medisch hebben wij ook heel mooie momenten gehad binnen dit ziekenhuis. Het is geen renovatie van ons beddenhuis. We zijn goed op weg. We hebben nog twee vleugels te renoveren. En als het goed is, gaan we dus dan rond maart hebben wij het volledig beddenhuis gerenoveerd. Dat betekent dat we uiteindelijk weer een groot deel van onze bedden ter beschikking zullen hebben. En ook op een adequate wijze dus ook wel weer de patiënten kunnen opnemen binnen dit ziekenhuis. Ook is de nieuwbouw van de intensief care afdeling gestart, evenals de bouw en oplevering van het oogziekenhuis. Dit is een van de belangrijkste projecten van het AZP. Volgens Marie Caridan is een ieder bekend met de drukte die er steeds heerst bij de oogpolie. Dit is de reden dat het ziekenhuis nu heeft gekozen voor een volledig geüteerd of zeer modern oogziekenhuis, zegt de AZP-directeur. Dat betekent dat u geeft men dus op één plek kunt u terecht bij de oogarts. Vervolgens kunt u geeft men ook direct die nodig, ik zou zeggen direct, maar geeft natuurlijk volgens planning, wordt u ook geopereerd ter plekke. U hoeft naar een andere locatie gegaan op het terrein van het ziekenhuis. Uw medicatie die u nodig heeft, voorgeschreven door de oogartsen, gaat u ook per direct kunnen krijgen vanuit het oogziekenhuis. En als u opgenomen moet worden, hebben we op een gegeven moment ook natuurlijk onze bedden ter beschikking, dezelfde locatie. Dus alles onder één dak. Dat houdt in dat we dus met onze 13 oogartsen, er zijn nog meer oogartsen in opleiding, onze technisch oogheelkundige assistenten die we nu aan het trainen zijn, maar ook het team dat we dus nu hebben, ook al het overige personeel zijn we dus nu druk bezig, ook naar hun toe veranderingsprocessen verder uit te voeren. Maar tegelijkertijd ook dat de samenleving, als het goed is, leveren we fase 1 rond maart, april op. Dan gaat op een gegeven moment, zal de samenleving ook merken dat dus er veel veranderd is als zij dus komen voor oogheelkundige zorg naar het ziekenhuis. De AZP-directeur geeft verder aan dat het ziekenhuis na veel voorbereiding de eerste niertransplantatie heeft kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft het AZP ook andere grote operaties voor de eerste keer uitgevoerd in Suriname. Er zijn nog geen transplantatiechirurgen in Suriname, maar het Academisch Ziekenhuis werkt eraan dat er in de toekomst ook complexe operaties in Suriname uitgevoerd kunnen worden. Dit typeert zij als de lokale opbouw op medisch gebied. Aldus AZP-directeur Claudia Marie Caridan, met wie wij een terugblik hebben geworpen op het haast afgelopen jaar.